ben Jackie van IBTV en vandaag neem ik jullie mee op het Indische Buurt Festival. En een festival dat het is, meerdere optredens, geweldige buurtinitiatieven, geweldige goochelaars en alles erop en eraan. De kunstenaars niet vergeten natuurlijk. Ik zou zeggen, geniet van onze reportage. Wij zijn de organisatie Amsterdams Buurvrouwencontact en wij zijn actief in de hele stad. Wat wij doen is vrijwilligers die geven bij ons Nederlandse les aan anderstalige vrouwen. En het gaat specifiek om vrouwen die geïsoleerd leven. Dus zij komen de deur niet uit, waardoor ze echt gewoon de hele dag thuis zitten tussen vier muren. Ja, Palmera. Ja. Hallo Jackie. Aangenaam. Ja, van de buurt. Van de buurt. Het is de winkel van Aan1. En Aan1 staat voor iedereen bij elkaar. En dat is iets wat wij altijd doen in deze buurt. Mensen met elkaar verbinden. Vandaar de naam Aan1. En dat zien we ook terug in onze winkel aan Makassarplein. In de producten. We hebben handgemaakte artikelen van mensen uit de buurt. Maar ook zoals met mijn afkomst, Surinaamse afkomst, op zo'n festival laten we dat ook met trots zien. Ja, dat is wat we graag in deze buurt brengen. Ja, verbinding, mooie producten van over de hele wereld in deze Indische buurt. Dus we zijn, ik ben Zachary. Wij hebben al lang Stichting Street Smart. En we dachten vandaag. Nou, ik zal het even uitleggen. Dit zijn allemaal nalatenschap van mijn zus, die overleden is aan sickle cell. Dus ik dacht, ik ga het verkopen. En wat het oplevert, stort ik op de rekening van Sickle Cell Oscar Nederland. Trans-Amsterdam. Hey, Trans-Amsterdam, ja dat moet wel. Hè? Waar zijn jullie dan? Kom maar mee. Wat doen jullie nou hier eigenlijk allemaal zo'n beetje? Wat is jullie doel? Nou kijk, wij zijn Trans-Amsterdam is een trans-vrijwilligersorganisatie voor kunst, cultuur, lifestyle. We hebben een elke laatste vrijdag van de maand een caféavond in het Manor Hotel. Dat heet Trans and Friends Café Inclusion. En onze basisplek is Amsterdam Oost. Iedereen is ook welkom bij onze caféavond. Oh, nou geweldig. Wij ook. Jullie ook. Kom maar een keer filmen. Is er nog iemand van jullie die nog iets wil vertellen? Heel graag over jezelf of iemand soms. Transrechten zijn mensenrechten. Bij. Helemaal geweldig. Heb je er nu ook weer onwijs zin in? Oh, je weet zelf dat ik ga spelen. Ja, ik ga spelen, klopt. Ja, ik heb heel veel zin in. Ja. Met de Jones. Ja, de Jones. En dat is eigenlijk de leukste band van de wijk, zeggen mensen tegen ons. Dus nou ja, dan nemen we dan serieus. En met een invalgitarist, Timber Povee uit Hoorn. En die kan spelen. Woehoe! Dus wij gaan helemaal vlammen. Dus wordt een feest. Enorm. Het is al feest, maar... Het wordt nog heter, de barbecue wordt ook opgestookt. Hè? De grootste barbecue ooit in de Javastraat. Een van de grootste barbecues van Nederland, heb ik begrepen, wordt dat. Dus ja, daar hoort ook vurige muziek bij. Dus we gaan olie op het vuur gooien. En zijn wij! Proef een broodje, Jackie. Nee. Een broodje. Heb ik geen broodje? Nee, maar vertel even wie je bent aan de kamer. Ik ben Reggie. Ik ben Reggie Hoogvliet. Ik doe huis van Diaspora. Hier in Amsterdam-Oost. In buurtinitiatief. En dat is voor de mensen van de diaspora, de Afrikaanse diaspora. Die probeer ik weer een beetje te empoweren door leuke dingen te organiseren. En ook een beetje teruggeven aan de wijk, hè, en aan de mensen van de wijk. Want je bent toch onderdeel van de samenleving. Ook al bedienen we de diaspora, we geven wel terug aan de mensen. Zoef, Zeeburg Oost en Verder, dat is onze lokale vereniging om hard te lopen hier in de buurt natuurlijk. Ik heb, toen ik lid werd van de club, heb ik een heleboel leuke stukjes van deze wijk en van deze buurt leren kennen. Waar ik me echt totaal niet van bewust was en waar ik anders ook nooit was gekomen. En als je lid wil worden, op wat voor niveau dan ook, je bent hartstikke welkom.
ook bij deze buurt. En wij zijn hier ook om mensen bekend te maken met de brandweer. Als ze vragen hebben of kinderen in de auto willen kijken, dan mag dat. Nou, je kan hier het schilderij kan je hier wat opschilderen natuurlijk. En iedereen daar mag er aan meedoen. Het wordt opgehangen in het buurthuis. Het zijn maar drie kleuren die je gebruiken. Penselen kan je gebruiken, sponsors kan je gebruiken. En een kind van drie was het jongste en iemand van 78 was de oudste. Wat zijn jullie allemaal maken? Wij hebben Pakistanse eten, lumpia, bara en pakora en dehbara en alleen kip. Ja, dat is heel leuk. Ja, heel lang was het niet gedaan, 4 jaar, maar nu wel. Okay. En allemaal blij, hè? Wel fijn. Ja. Nou, we gaan nu zelf iets lekkers te nemen. Oké. Okay. Moe, maar geweldig. Geweldig. Ja, joh, echt. Weet je, je zit zo in het organiseren en constant zorgen dat de dingen lopen en dat dingen bezig blijven. En ik zit te genieten, maar het echte genieten komt eigenlijk later. Ik ben Jeroen. Jeroen, ben je al lang op het Indische buurtfestival? Nee, niet zo lang. Niet lang. Hoe vind je het? Leuk. En we gingen dus puppy halen. Oh, wat heerlijk, bij die meneer daar. En we gingen ook op een paard zitten. Oh, zo'n hobbelpaard die dan rijdt echt. Ja. Nou, geweldig schat, dus je hebt het naar je zin. Ja. Ik ben een happy camper, mag ik wel zeggen. Ik werd om 1:00 of 4:00 vanmiddag ineens blij, dat heb ik eigenlijk nooit. De events die ik doe, ik blijf altijd van binnen eigenlijk zo gereinigd, want het moet altijd beter. Maar dit hadden we, en dat is echt mijn team, hadden we echt niet beter kunnen doen. Dus ik ben blij, weet je, zo'n diversiteit aan mensen, dat meen ik echt serieus. Alles loopt door elkaar. En niet alleen, weet je, om een lang verhaal kort te maken, kleurtjes en zo. Maar vooral ook allerlei leeftijden en ook financiële achtergronden. Hele rijke mensen en mensen die het veel minder goed hebben. Het loopt allemaal door elkaar. En dat is het doel, dat is gehaald. Ik ben een tevreden persoon. En ik ga echt niet zeggen, het kan altijd beter, want het is gewoon, dit is wat het is. Met dit team, goede mensen, weet je wel. 40 mensen, alles bij elkaar. 40, 45 mensen hebben hieraan gewerkt. En het is echt geen eindbaaspraatje van, nou ja, het team was echt goed. Het team was echt goed. Een paar bijzondere mensen, eerlijk gezegd. Ja, een paar bijzondere mensen. Ik kreeg in april een stagiair. Dat is geen stagiair, dat is coördinator hoofdpodium, coördinator bar. Dat is geen stagiair. Dat is gewoon een prof. Dankjewel. Nou, lieve allemaal, dat was het dan vanuit die BTV. Ik wens jullie nog heel veel plezier. Ik hoop dat jullie erbij waren of nu zitten te genieten van de laatste beelden. Wij gaan lekker feest vieren. Ik hoop tot volgend jaar. Doei doei! Nou, misschien wel. Zullen we dat gaan doen? Ja, dat kan. Dan gaan we hier even een biertje bestellen. Toch?